Want hier maak jij een surfplank van. Ja, van deze bekers gaan we surfboard bouwen hier. Er worden in Nederland 3 miljard van dit soort bekers weggegooid per jaar. Dat betekent 8 miljoen per dag. En in de tocht die ik straks ga maken, als je dat uitdrukt in bekers, zijn dat 5 miljoen bekers. Als je die achter elkaar zou zetten, is dat de afstand tussen Brussel en Amsterdam. En dat is de tocht die ik ga afleggen op een boord gemaakt van deze wegwerpbekers. Dit wordt het dek, dit wordt de bovenkant. Het boord wordt ietsjes groter hoor. Maar dit wordt dan de bovenkant. En de onderkant, die zit dan zo, die wordt glad en dan zie je dus ook al die bekers. Je gaat ook over zee. Ik ga ook over zee. Ik ga deels door kanalen en daarvoor heb ik een elektrische foil. Ja, dan ga ik elektrisch, want daar is geen wind. Maar op plekken waar er wel wind is en dan neem ik een wing mee, dus een vlieger. Dus dan doe ik niet elektrisch, maar dan ga ik met een vlieger. En het zijn allemaal hele nieuwe sporten, dus ja, ik moet het ook echt nog oefenen. Dit is je oefenboord. Ja, hier ben ik op aan het oefenen, inderdaad. Ik moet natuurlijk wel goed kunnen als ik straks die 300 kilometer hierop wil doen. Maar kan je het al een beetje? Ik ben het beginnen te leren. Met deze tocht sta ik natuurlijk, doe ik datgene waar ik goed in ben. Waar ik goed in ben is mensen verbinden. Die manier, die aandacht voor één onderwerp vragen, ik hoop dat dat inspireert. We moeten in actie komen. Als je weet wat de gevolgen zijn, weet je ook dat we met z'n allen in actie moeten komen. En ik hoop dat het met deze tocht weer, nou ja, weer een extra impuls krijgt. Dat we allemaal een rol daarin hebben te spelen.